Vincent van Gogh was helemaal lyrisch over dit gebied en vooral over de kleuren. En dan heb ik het over de stroeten bij Zwelo. Hopelijk is boswachter Bertel net zo enthousiast. Hallo Bertil. Hey, mooi. Zeg, waar is jouw schildersezel? Ja, dat ben ik even vergeten, geloof ik. Want we zijn nu in de Stroeten. Bij Zwelo. Bij Zwelo. En Vincent van Gogh heeft hier gelopen, hè? Ja, en die was er helemaal lyrisch over. En dat was in november 1883. En hij was vooral heel enthousiast over de kleuren. Hij benoemde alle tonen groen en allerlei kleuren die hier waren. Ook in zijn correspondentie naar onder andere zijn broer. Dus dat was echt een heel lyrisch verhaal. En hij heeft vervolgens hier behoorlijk rondgezworven. En uiteindelijk heeft hij het kerkje van Zwelo vereeuwigd. Zag het er toen ook ongeveer zo uit? Nou, toen Vincent hier liep, moet je je voorstellen, was het beekdalletje nog behoorlijk intact. En toen groeide hier vermoedelijk, maar die heeft hij niet gezien, tenminste we hebben er niet over gehoord, ook al heel veel orchideetjes in deze perceeltjes hier. Ja. Maar op een gegeven moment dreigde de omgeving een beetje droog te komen te liggen en werden die orchideetjes wat bedreigd. Hmm. En toen is de burgemeester van Zwelo, ja, is als bestuurslid ook van het Drents Landschap, heeft ervoor gepleit om die perceeltjes met orchideetjes aan te kopen om ze veilig te stellen. Zullen we even inlopen? Laten we dat doen. En welke burgemeester was er dan zo verstandig? Dat was burgemeester Grebe. Zwelo had toen nog zijn eigen burgemeester, ja, als klein dorpje. Maar die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat uiteindelijk het hele beekdalletje behouden bleef. Want hoe had dit er anders uitgezien dan? Nou, in de omgeving waren ze al druk bezig om de boel wat droog te leggen en verder geschikt te krijgen voor de landbouw. En dat ging constant maar door. Dus dit beekdalletje, wat een, de naam zegt al, wat een stroet is, een laagte waar zich water verzamelt. Ja, dat is, die dreigde uiteindelijk droog te vallen als dat allemaal doorging. En dat zien we hier wel, ja, het water. En wat levert dat dan op dat het hier zo nat is gebleven? Nou, wat heel, heel belangrijk is, dat het water wat hier zit, dat komt uit de omgeving onder de grond hier. Dus we hebben hier weer het kwelwater, zeg maar. Ja. En de burgemeester wilde de orchideetjes redden. Dus die wees deze perceeltjes aan van koop dat maar aan. Dat hebben we inderdaad gedaan. Maar toen bleek al gauw dat als alle maatregelen doorgingen die er nog in de planning stonden, dat het kwel hier weg zou vallen en dat we dan toch de orchideetjes kwijt zouden Want raken. Dan waren die twee perceeltjes geïsoleerd geweest tussen, ja, waarschijnlijk landbouwgebied. Ja. Toen in die tijd werd heel vaak gedacht van nou, als je maar een perceeltje aankoopt waar die plantjes staan, dan zijn ze veilig. Ja. Maar dat, ja, zo werkt het dus niet. Er is een relatie met de omgeving. Ze staan, ja, hier niet voor niks. Dus uiteindelijk kwamen we erachter dat we gewoon meer aan moesten kopen. Ook een beetje de hogere gronden, zeg maar, die hier invloed op hadden. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het voordeel daarvan was dat in de poging om de orchideetjes te redden, uiteindelijk het hele beekdalletje gered is. En het is daardoor gewoon landschappelijk eigenlijk nooit zwaar op de kop gegaan. Dus het is nog steeds heel gaaf en heel kleinschalig. Ja, over welke tijd hebben we het eigenlijk? 1969 hebben we hier de eerste perceeltjes aangekocht. Oh, dat is niet eens heel lang geleden. Nee, ik was een boswachtertje van 4 op dat moment, dus ik kan me dat nog wel herinneren. Ja, precies. Hey, maar dat kwelwater, dat is hier dus nog steeds? Ja, je kunt het hier ook wel zien. Als je hier wat loopt, dus je dekt dat heel roestbruin wordt. Duidelijk. Ja, en dat is precies de reden dat die orchideeën hier staan. En er staan ook, als je hier wat later in het jaar komt, staan nog iets van 2 polletjes dotterbloemen, zeg maar. En dat is ook echt een soort die heel erg reageert op kwelwater. Ja. Dus het is echt wel altijd een bijzonder plekje geweest. Nou is het februari. Ja. Kunnen we op zoek gaan nog naar iets van de orchideeën? Nou, als we er op handen en voeten door gaan, dan zijn we uren bezig. En misschien hebben we dan net het eerste blaadje boven de grond zien. Het is wel een van de vroegste orchideetjes, maar februari is wel wat te vroeg. Ja, dus we moeten jou op je woord geloven. Doe dat maar, of kom later een keertje terug.
Ik sta hier op deze prachtig mooie winterse dag midden in het dorp Sleen voor molen De Hoop, zoals je kunt zien. De molen staat midden in het dorp en omdat hij afhankelijk is van de wind, is hij een stukje hoger. Dus hij is boven de huizen en de bomen torent hij uit. We noemen dat dan ook een stellingmolen. Maar er is wat bijzonders aan de gang met deze molen, want hij mist namelijk een paar onderdelen. En dat zijn de wieken, want hier is namelijk een heel bijzonder project gaande. En die wil ik jullie graag even laten zien. Ja, op deze plek staat al vanaf 1850 een molen. Helaas is die in 1914 afgebrand en is deze molen eigenlijk herbouwd. En deze molen is afkomstig uit Amersfoort. Daar heeft hij jarenlang gestaan. Is hij ooit verkocht, afgebroken en hier naartoe verplaatst. Veel onderdelen van deze molen zijn dus ook ouder dan 1914. En die gaan we even bekijken. Ja, hier zitten dus normaal gesproken de wieken van de molen. En 2 weken geleden zijn die dus gedemonteerd. De wieken zitten normaal gesproken vast aan 2 lange staven, dat noemen wij de roeden. En de roeden die hier aanwezig waren, die zijn dus ouder dan de molen. En die dateren uit 1899. Het is heel bijzonder, de oudste van Drenthe. Ja, 1899 zijn ze 124 jaar oud, dus ze waren echt toe aan restauratie. En daarom heeft de molenbouwer ze meegenomen en worden ze in de werkplaats hersteld. Het staalwerk van de wieken wordt dus door een molenbouwer, echt een specialist, hersteld. Maar de houten onderdelen van de wieken, die liggen hier verspreid door de hele molen. Het zijn tientallen onderdelen die allemaal door een groep vrijwilligers en de molenaars stuk voor stuk worden schoongemaakt, worden geschuurd, ze worden opnieuw geschilderd. Dus wanneer het staal klaar is, dan is het hout ook klaar en kan het allemaal weer gemonteerd worden. Mede dankzij de inzet van deze fanatieke groep vrijwilligers kan deze molen eigenlijk op ambachtelijke wijze hersteld worden. En kan de molen ook weer gaan draaien, want de molenaar die maalt hier nog altijd het meel voor de lokale bakker. We hebben het over de stroeten vandaag bij Zwelo. We lopen ook een deel van de knapzakroute, hè? Dat klopt. En die loopt hier ook? Die loopt ongeveer van Zwelo naar Oosterhesselen door de omgeving. Ja, en we lopen hier nu steeds dichter bij Zwelo. Ja. Wat is hier zo bijzonder aan? Het hele landschap staat natuurlijk bol van de cultuurhistorische sporen. En niet alles is er meer te zien. Maar deze akker, je zou het niet zeggen, maar dat is een enorm imposant grafveld geweest. Dit? Ja. Dit hele stuk hier? Dit hele stuk. Hier hebben meer dan 100 graven gelegen. En daar is bij onderzoek is uiteindelijk uit een van die graven is een enorm voornaam vrouwengraf gevonden, zeg maar. Ja. En dat is de wereld ingegaan als de prinses van Zwelo. Dat was dus een vrouw die begraven was in een doodstudiek met een ketting met 150 glazen kralen en een ketting van 100 barnsteenkralen om haar nek. Een amulet van een bevertand. Oh. Zilveren sieraden. En dat is echt een overweldigend vondst geweest hier. Dus het moet wel een bijzonder iemand zijn geweest dan? Men noemt het de prinses van Zwelo. Maar ja, er is natuurlijk niet bekend van wie was dat of wat ook. Maar in ieder geval was het duidelijk dat het een zeer vooraanstaande dame was. En die andere 100 graven, of 99? Nou, dit hele grafveld is ongeveer 400 jaar, zover men nu weet, in gebruik geweest. Dus van 400 tot 800 na Christus. Ja. Dus dat is lang. En de meeste waren gewoon eenvoudige graven. Maar dit was wel eventjes een uitschieter wat dat betreft. Dit is die mooie kerk. Die staat er vanaf de 13e eeuw. Maar vermoedelijk heeft er ook al een houten voorganger gestaan. Of het is eigenlijk wel zeker dat hij er gestaan heeft. Ja. En dit soort plekken werden in Drenthe zo rond 800 meestal in gebruik genomen door de kerk. We staan hier een beetje op een verhoging in het landschap. Ja. Het enorme grafveld van de prinses van Zwelo ligt de pal naast. Dus dat betekent iets voor deze plek. Hè? Dus het is kennelijk iets van een heilige plek. Maar dat was rond 400 na Christus, ja, toch? Ja, toen was dat grafveld vooral in gebruik. Ja. En wat hier ligt, dat noemen ze een offersteen. Dat is veel ouder. Dus je mag er gewoon van uitgaan dat hier een soort van, alle soort
religieuze plek was voor de mensen voordat het christendom hier kwam. Mm-hmm. En wat deed de kerk dan? Die namen die plek in gebruik en zetten daar precies de kerk neer. Ja. Want de kerkgangers waren er al. Ja, moest precies. Alleen naar het andere geloof. Ja. Hoe weten ze dan dat dit een offersteen was? Nou, dit soort stenen zijn heel vaak gevonden op plekken waar de eerste kerken gebouwd werden. En ja, hoe ze precies gebruikt worden, weet je niet. Nee. Maar wat ook wel bekend was, dat plekken met grote stenen waren ook vaak de plekken waar recht gesproken werd. Oh ja. Ja, dus het heeft sowieso een vrijwel zeker een belangrijke betekenis gehad. Dat het ook zo pontificaal op deze hoogte ligt. Nou, we zullen zien of ze een beetje zin hebben. Ja. Ja. Zo. Goed zo. Yveske, wacht. Zeg, we zijn ze lekker langzaam, hè? Hebben ze er niet zo'n zin in vandaag? Nee, over het algemeen ben ze wel lekker langzaam en kudde, hoor. Eigenlijk gaat al hun liefde ook door de maag, hè? Dus het gaat eigenlijk om te eten. En is er genoeg te eten op dit moment? Op dit moment, we zitten aan het eind van de winter, dus ja, dan wordt het allemaal wel een beetje wat schraler. Februari en maart is op een heideterrein voor een schaapskudde al een beetje wat de slechtste periode. En wat we nu vooral nog doen, dat is wat struikhei afknabbelen. En ze worden wat bijgevoerd met wat hooi en wat grasbrok in de kooi. Hier heb je zo'n grove den. En ja, die heeft ooit een poging gedaan, zeg maar, om hier een hele grote boom te willen worden. Maar ja, dat gaat natuurlijk grandioos mislukken dankzij die Drentse heidenschap. Kijk, nu beginnen ze wat te grazen. Ja, dit ben de heidebeheerders bij uitstek, hè. Dat is de koning van de kudde. We laten ze dan castreren en een gecastreerde ram, dat is een hamel. Nou, doe je die de bel om, dan rijd je de bel hamel. Jonge berkjes, daar ben ze dol op. Swinters, jonge grove dennen. Daar zit veel vitamine C in. Een schapen, ja, die denkt niet aan vitamine C, maar die weet er gewoon van nature van, oh, nou is de periode om dat te gaan eten. En ja, op die manier hou je dat hele landschap zo open, zeg maar. Dus het Drentse heideschaap die is aan zet om de hei in stand te houden hier in Drenthe. En met name hier ook in het Dwingelenveld. En is het hard werken voor ze? Het is keihard werken. Elk schaap die graast ongeveer een uur of zes, zeven per dag. En dan als ze weer terug zijn in de stal, dan hebben ze ongeveer een kilo of vier, vijf aan ruwvoer opgehaald. Dus dan ze gaan als slanke dames de hei op en ze komen als dikke mina's komen ze weer terug. En wat verwacht u voor de toekomst? Nou, ik denk dat de toekomst voor het Drentse heidenschap er best wel florissant uitziet. Het is gewoon heel belangrijk, zeg maar, om een heidegebied als dit te behouden voor de toekomst. Een heideterrein is niet alleen maar een open vlakte met de begroeiing van hei. Maar er komen heel veel andere planten en dieren in voor. En die schaapskudde die heeft daar gewoon een hele belangrijke rol in. Al die voeding die ze hier van de hei afhalen, zitten allerlei voedingsstoffen en nutriënten in. En die verzamelen ze, zeg maar, in de vorm van mest in de stal. En dus dat is allemaal van de heide af. Dat geeft een heel gunstig effect op de flora en de fauna van een heidegebied. Ajo. We vallen met de neus in de boter, zou ik bijna zeggen. Ja, want waar staan we nu naar te kijken? Nee, we staan hier in een grafveld en hier liggen botten. Ja. Maar ik kan je geruststellen, hier ligt geen mens. Nee, dat had ik ook niet gedacht. Van wie is dit? Het lijkt me gewoon dat dit een ree is. Hè. Je ziet hier de beenderen, een stuk ruggengraat, ja? Een stuk bekken. Hier ligt ook iets... Ja, dat is een stuk schouderblad vermoedelijk. Oh. En er liggen hier overal van die ribben. Maar goed, daar kwamen wij hier niet voor. Nee. Want dit is het Hunnenkerkhof. Dit noemen ze het Hunnenkerkhof. Dit ligt bij Oosterhesselen. Ja. En ja, het is eigenlijk een... Een restant van een grafveld. En misschien is het een beetje vergelijkbaar met het grafveld van de prinses van Zwelo. Ja, waar wij dus net waren. En daar zie je er niks meer van.
Nee. Maar dit is nog in 1975 onderzocht. En toen is het ook gedeeltelijk weer gerestaureerd van hoe het ooit was. Maar deze heuveltjes zoals ze hier nu liggen met die vierkante greppeltjes eromheen, heeft het hele grafveld eruit gezien. En het is waarschijnlijk ook veel, of dat weten we eigenlijk wel zeker, veel uitgestrekter geweest nog. En dit was dan na de hunebedden? Ja. Dus je hebt het over de bronstijd en de ijzertijd van 3000 voor Christus tot jaar 0 ongeveer. Ze waren klaar met het zeulen met die grote stenen. Tijd voor wat anders. Maar wat is hierin gevonden dan? Want jij zei in 1975 hebben ze hier onderzoek gedaan. Ja, omstreeks die tijd is het gerestaureerd nadat het wat uitgebreider onderzocht was. En dit was echt de tijd dat mensen verbranden hun doden. Dus ze vonden hier crematieresten. Al dan niet in een ruw urntje, zeg maar verder heel sober begraven. Ja. Er zijn ook niet grafgiften gevonden of zo. Nee, maar wel mooi om dit zo te zien nu. Het is gewoon een restantje wat over is en wat er altijd min of meer zo uitgezien heeft natuurlijk. Ja. Hoewel het wel een beetje gereconstrueerd is. En je ziet nog altijd een klein stukje van het oude landschap hier. Hè? Dat het ooit ook heel lang in de heide gelegen heeft bijvoorbeeld. Hè? Als je het contrast met het omliggende landschap ziet, Engels raaigras waar geen bloemetje bloeit. Dan vind ik dit niet alleen vanwege de archeologie leuk. Maar het is ook gewoon leuk omdat het nog een stukje variatie van het oude landschap geeft. En heeft dat nog wel... Of bestaansrecht, maar kan dat zo blijven bestaan naast dit, zeg maar? Ja, nee, kijk, als er een vlindertje aankomt vliegen over dat land, die kunnen nog geen bloemetje vinden waar ze wat nectar kunnen vinden. Nee. Maar als jij hier op een mooie zomerdag komt, zie je hier altijd nog ergens een vlindertje zitten. Oh, wat mooi. Ook daarom is het gewoon leuk dat zo'n stukje bewaard is. Dus niet alleen je cultuurhistorie, wat hier goed bewaard blijft op deze manier, maar ook gewoon een stukje natuur. De natuur heeft er ook nog echt iets aan. Ja, een klein stapsteentje, zeg maar, in het midden van een... Mooi Bertil, dankjewel voor vandaag. Oké. Wil je hier nou nog meer over weten, ga dan naar de website. En wil je een kijkje achter de schermen, dan kun je terecht op het YouTube kanaal van Roeg. En volgende week zijn we natuurlijk terug met een nieuwe aflevering. Tot dan. Hoi. Die knapzakroute nog even afmaken? Ja, we moeten nog een stukje doorlopen. Dat lijkt me goed. We zijn er al niet.